Wat is nou voor jullie het nieuws van de afgelopen weken geweest? Als je nou gelijk even erin mag komen. Wim, voor jou. Nou, bijvoorbeeld Gakpo natuurlijk. Ja. We hebben het over voetbal, toch? Ja, voetbal. Dat, ja, dat was het. Ja, wij wel, Wim. Ik moest wel even weten welk programma ik zat. Nee, nee, ja. Je zit in een voetbalpraatprogramma, ja. Gakpo. Ja. Ja, veel, wel opmerkelijk. En is 50 miljoen dan voldoende? Kijk, het grote vraagteken is natuurlijk altijd van... je komt uit die Nederlandse competitie en kijkt dan ook in Engeland... waar het vijf keer zo snel gaat. Alleen die jongen die heeft wel het voordeel die het op de WK aardig heeft gedaan. Bergwijs bijvoorbeeld mislukt in Engeland. Mm-hmm. Waarvan we ook dachten, nou ja, die kan het allemaal. Maar ik zag hem gisteren, maar we hebben die beelden helaas niet. Maar gisteren, ja, dat is ook een foute insteek. Maar hij had één keer, kreeg hij die bal van Salah. Ik weet niet of jullie die wedstrijd gezien hebben. Ja, en toen nam hij hem heel, heel goed aan, een beetje in één keer naar zijn linkerbeen. Dus hij, en ja, die jongen die heeft natuurlijk wel... Die straalt wel power uit, of zo. Maar is Anthony zoveel beter dat hij zoveel meer mag kosten? Of komt het omdat hij van PSV kwam dan? Gakpo. Ik denk dat dat gewoon pure noodzaak ook was gewoon van de zomer. Hmm. Met een gekte voor betaald, dat moment. Ja. En die clubs waren allemaal in paniek. Ja. Maar je ziet ook aan Anthony, die heeft het ook gewoon heel moeilijk in de hand. Die kan niet eens auto rijden, hebben we gelezen van de week. dat hij niet kan auto rijden. Maar die, BMX. Nee, maar die moet gewoon... je hebt gewoon lange tijd nodig om in Engeland gewoon de tempo mee te kunnen. Ik kan me herinneren dat die Zlatan ging erheen. Een paar jaar geleden naar Manchester United. Nou, dat was een grootheid, toch? Het is een grootheid. Ja. Nou, die begreep ook niet wat er gebeurde. Pogba had precies hetzelfde. Dus dat zal wel een beetje wennen zijn. En ze hebben veel aanvallers bij Liverpool. Ja. Maar hij gaat wel veel spelen nu, hè? Want er zijn best wel wat geblesseerden daar bij Liverpool. Dus hij krijgt wel kans te gaan. Nou, maar ik denk wel dat het anders is voor echt een centrale spits, zeg maar. Dan voor iemand die continu twee van die beunhazen in zijn nek hebt. Hè? Want die Engelsen zijn allemaal sterk. Ja. Dan van iemand zoals Gakpo die van de zijkant komt. En vaak tussen de linies uitkomt. Ja. Maar daar liggen wel de ruimtes in Engeland. Mm-hmm. Dan, je noemde net dat moment. Dat kan die als geen ander natuurlijk. Ja, hè? Kan zichzelf goed vrij spelen. En dan op snelheid is die gelijk. Ja. Is die weg. Ik denk wel dat het een perfecte competitie voor hem is. Juist door die ruimtes die hij krijgt. En van buiten naar binnen. Ja, die jongen ligt wel een mooie toekomst. Had jij ooit willen spelen eigenlijk? Heb je die wel eens in je hoofd gehad? Nee, ik niet. Nee? Nee. Was de pit in qua tempo? Nee, nou, weet ik niet. Nee, niet dat. Niet echt de pit. Ik had ooit de keus om Liverpool of Galatasaray. En ik koos op dat moment voor Galatasaray, omdat ik voor prijzen wilde spelen. Ja. En Liverpool was in die periode... Ja, een goede vijfde, speelde geen rol. Dat maakte niet uit zo'n beetje. Dat is hetzelfde. Nee, was hetzelfde. Ja. Maar ik heb gewoon gekozen voor prijzen. Want dat is het mooiste. Als voetballer wil je prijzen winnen, toch? Ja, dat lijkt me ook. Ja? Ja, dat lijkt me zeker, ja. En, mag je dat niet voor mij dan? En dan ook nog eens met het feit dat ik met kerst en oud en nieuw gewoon vrij wilde zijn. Dus ook dat was een bewuste keuze. Maar ik vind dat gezellig. Ik vond dat toch wel een opmerkelijke keuze van je. Want je ging naar Inter, met die Mourinho, in die Champions League. Nou, dan kreeg je wat problemen. Ja. Maar dan ga je toch naar een beetje tweede rangs competitie ga je uiteindelijk. Ja, maar ik heb wel een fantastische tijd gehad. Dus achteraf heeft het me wel goed gedaan. Ik bedoel, vrij met kerst en prijzen. Dat bedoel ik. En een mooie stad. Dus al met al perfecte keuze. Ja, nooit de moeite mee gehad. Liverpool in die tijd, absoluut niet. Nee. Goed, goede keuze dus van Gakpo, als ik het hier zo hoor.